Een aanzienlijk deel van de mensen met een moeilijke behandelbare vorm van epilepsie heeft 's nachts aanvallen. Omdat die aanvallen ernstige gevolgen kunnen hebben, willen zorgverleners en ook mantelzorgers ze tijdig kunnen waarnemen. De Nightwatch is ontwikkeld omdat we vele nachtelijke aanvallen niet waarnemen en de huidige systemen kunnen dat ook nog onvoldoende. En daarom hebben we hier dit apparaatje ontwikkeld om het eenvoudig te maken en betrouwbaar. Uit uitgebreid onderzoek dat we hebben gedaan, blijkt nu dat Nightwatch 85% van de ernstige aanvallen herkent. Wetenschappelijk onderzoek heeft nu bewezen dat Nightwatch een enorme stap voorwaarts is. We meten de hartslag, dat doen we via een lichtje. Dit is het lichtje. Daarvoor moet er goed contact aan de huid zijn. En we meten ook de beweging. En de hartslag is buitengewoon hoog bij deze aanval. De positieve gevolgen van de Nightwatch zijn dat het allereerst niet belastend is. Je merkt bijna niet dat jij het armbandje om hebt. Ik heb eigenlijk niet zoveel last van de Nightwatch. S'nachts. Nou zie je, Giel. Dan wordt hij geel als ze de hartslag zien. En rood als ik een aanval heb. Ik voel me veiliger met de Nightwatch om. Als de Nightwatch een aanval detecteert, dan geeft hij een alarm af. En dat wordt verzonden naar de plaats waar de verzorger is. Het systeem is vooral ook ontworpen voor de thuissituatie. Dan zien we dat ook mantelzorgers profijt ervaren van de Nightwatch. We weten nu al dat de zorgverleners zich veel veiliger voelen, veel meer vrijheid krijgen. En we hopen dat we op den duur ook kunnen aantonen dat er minder complicaties zijn. Het doel van de Nightwatch is zoveel mogelijk mensen veiligheid te geven en alle grote aanvallen eigenlijk 100% vast te stellen.